Een hele goede middag, lieve vrienden. Bijna, het loopt alweer richting de avond. En dit is mijn eerste filmpje voor vandaag. Maar ik wens jullie wel een hartelijk welkom. En ik denk dat we hier de maandag maar bij aanplakken. Dus van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En dat op zondag de 7e van de 10e, 2018. En we leven om 16.56 uur. Waarom zo laat? Ja. Nou, als eerste, ik zou vanochtend naar de kerk. Ik had gemoeten, maar ik heb afgebeld. Want ik heb rotnacht achter de rug. Ik sliep zomaar hoor. Ja, dat ging geweldig. Maar ik was ook zomaar weer wakker en ik kon niet meer in slaap komen. Leggen te voelen, leggen te draaien en te doen. Meneertje daar. Nou ja, die... was ook op een gegeven moment lastig, ook uit zijn humeur en zei zelf weer wat aan willen doen waar ik iedere keer bij was. Dus ja, al met al een rotnacht en dan val je laat in slaap en dan word je wel weer op tijd wakker om naar de kerk toe te gaan en ik wil opstaan. Ik werd me toch een pasje draaier en een hoofdpijn. Ik denk, toeliedokies, jullie kijken maar. Ik heb een paar mensen geappt. Zo en zo, ik kom niet. Laten we een ander plantje maar wegbrengen. Andere keer doe ik het wel weer. Simpel. Dus ik ben met medicijnen ben ik maar weer in mijn bed gegaan. Eerst gauw naar de wc, want ook dat. Diertjes naar buiten die we naar buiten wouden. Een meneertje die daar al echt even gedaan. En toen medicatie genomen, weer in bed. En ik zou me net weer aankleden en toen ging mijn telefoon. Corina, kun je de deur even open doen? Jawel, kom maar aan. Dus ik naar beneden, stond er al eentje voor mij. Tuindeur, Wilma. Een andere surrogaatzusje, jullie hebben haar ook al een keer gezien. Net zo'n tandeloos mondje als ik. Dus ja, die hier kwam en nou ja, van alles en nog wat besproken en zwaar gesprekken gehad. Wat een ander niet aangaat, dus er wordt er ook niet gevlogd. Ze is nou net opgehaald door haar dochter. En ze zijn nou zaampjes weer weggegaan richting huis. En ik denk, nou, heb ik ze even uitgelaten en ik heb gelijk de camera na die tijd gepakt. Om toch een filmpje te gaan maken. En ja, ik ga nou een bakje koffie maken nog. Want ik zit al een tijdje op mijn droog, want zij drinkt thee. Later wou ze geen thee meer, maar een sapje en ik had er nog maar één. En daarna wou zij ook niet meer. Ja, je gaat dan ook niet zelf nog wat drinken, doe het niet. Dus ja, ga ik nog even een bakje koffie maken en nog wat lekkers erbij. En dan ga ik eventjes denken wat ik dan zal doen. Oh ja, ik heb die stokkennamen er laten zien. En ik heb één stok. Die heb ik gisteren metaal gespoten. En dat ziet er leuk uit, hij is droog. En dan ga ik bedenken wat ik daarmee kan gaan doen om hem te versieren, laat ik het zo maar benoemen. Dus ik ga ook even op YouTube kijken wat je daarmee kan doen, ideeën opdoen en dan merk ik het wel weer en dan zien jullie het ook vanzelf wel verschijnen. Ze zeggen, geniet nog van jullie namiddag en we straks smakelijk eten. En natuurlijk kom ik straks dan wel weer terug. Strakjes dan. Ja, lieve vrienden, ik zit heerlijk weer even in de rotzooi, ondanks dat het al eigenlijk bijna al 7 is, maar het boeit me even niet. Maar zie en huiver, daar is een hoop. Daar is een hoop, tenminste een hoop. Een bak vol met linten, allerlei soorten lint. Daar ligt een takje groen. En daar heb ik een boomtak, gisteren in de natuur gevonden. Die heb ik dus zilver, geen zilver.
Hoe heet dat? Metaal, ik weet het alweer. Metaal. Nou, mijn spuitpistool ligt klaar en daar ga ik mee aan de gang. We zullen wel zien wat het gaat worden. En dat, ja, dan gaan we gewoon wat van maken en ik zie wel wat. Toch? Ja, mijn klepje heb ik naar beneden, anders zie ik niks wat ik film. Dus ik laat hem zo lekker even staan. En mijn hondje die ligt daar. En mijn poezebeetje zit bovenop de leuning. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van elkaar. Ja, lieve vrienden, ik ben al aardig een beetje gevorderd. Je kan hem ophangen, die stok. Ik heb er al groen omheen, dat groen wat ik op tafel had leggen. Dat ik hier laat dat jullie even zien hoe ver ik ermee ben. Ik vind het mezelf geweldig. Oh, ja. Hij hangt aan mijn keukenkastje. Takje eromheen gedaan. Ja, je ziet natuurlijk ook lijm zitten, denk ik, vermoed ik. Maar dat maakt niet uit. Schoonheidsfoutjes mag kunnen. Maar ik ben nog niet klaar hoor. Nee, er komt nog een vogeltjes, et cetera, op. En bloemetjes. Dus ja, ik ben er nog niet. Maar zeg het dan zelf. Is toch leuk? En wie weet, als er iemand is van, hé, kan je er van mij eentje maken? Ik ga geen site ervoor maken. Nee, ik doe het gewoon via YouTube. Als je er eentje wilt bestellen, het kan. Enkel zou het nooit niet hetzelfde, dat kan niet. Het kost mij ook materiaal. Ik heb nog materiaal van de spiegels, dus als jullie er eentje willen hebben, jullie kunnen het kopen. Maar ik doe het niet meer via Facebook. Als je er eentje wilt hebben, kost het geld. Behalve de stok, ja, die heb ik gratis. Uit de natuur vandaan. Maar het materiaal wat er omheen komt, de spuitbussen, lint, kost mijn geld. Dus ja, als je er eentje wilt hebben, er staat een bedrag tegenover. Moet ik hem versturen? Ook dat komt er nog eens een keer overheen, dat bedrag. Want ook dat kost mij geld. Dus ja, ieder voor zich. Ja toch? Maar oké, ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden. Dus ik had hem metaal geschilderd met de spuitbus. Tak en dan de lint eromheen. Dat is ook wit met zilverdraad aan de zijkanten. Dat kunnen jullie denk ik wel zien. En dan een takje groen eromheen. En hier en daar even een stipje lijm erop gedaan. En dan is dat klaar. Dus dan ga ik straks opruimen even. En wie weet ga ik er morgen weer even mee verder. En dinsdag ga ik ook niks te doen, want dan kan ik niet achter de computer. Ik kan dan niks. Nee, want dan hebben we een aantal uren geen elektra. Oh ja, kan ik ook niet lijmen. Ha! Geen elektra. Ja, ik heb toch mijn lijmpistool bij nodig. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik ga zo zien dat ik eten krijg en mijn diertjes. Ja, ik ben weer laat, maar het maakt niet uit. Ik hoef aan niemand te denken dan alleen nog aan mijn diertjes en aan mezelf. Zo zeggen, tot straks. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op maandag beland. Ja. En het is even zien, 16 minuten op 10. En het is 8 uur. Oktober alweer. De tijd holt geen schoft, oftewel de tijd holt geen schoft. Dat is in het Fries, de tijd houdt geen schaft. Ja, dat ik ben weer klaar voor mijn persoonlijke begeleider die straks komt. Ja, hondjes buiten. Hondjes buiten. Die is weer aan het gek doen, want die heeft dat ding op. Dat wil ze niet, vindt ze niet leuk. En dan loopt die wel, maar dan is het net een paard. Dan is het met die voorpoten heel deftig, maar dan komt hij tegen zijn neus aan om dat ding af te halen. Hé, ja nou, dan moet hij af. Hé, ja hé, hij moet af, hé, schat. Zo, kom maar. Dankjewel. Ach ja. Maar dat moet kunnen. Beetje dolle. Toch? Maar oké. Ik heb mijn plaatjesprogramma alweer.
gestart dat ik die desnoods vandaag kan gebruiken. En toen zit er een rode kat vlak voor me. Ja, doe eens even, kan ik er ook door, man? Hallo? Ja, dat staat hier voor mijn deur, vlak voor mijn neus, staat weer een klein vrachtwagentje met wat er bovenop. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk je uit, gek? Nieuws, ook nieuwsgierig. Hé? Ook nieuwsgierig. Wat een dikkie, hè? Ja, wat die dan weer hier doet, Joost mag het weten. Moet je dat ding niet kopjes geven, hè? Morgen, dan verwachten we pas hier. Ik moet er morgen heel vroeg eruit. Ja. Dat is niet echt leuk. Want dan komen ze om 7 uur al. Ja, van 7 uur tot en met 4 uur 's middags. En hoe lang ik geen gas en licht heb, dat weet ik ook niet. Maar ik ga zometeen wel wat klaarzetten, dat ik dat niet vergeet. En dat zijn mijn thermosflessen. Ja, maar oké, ik ga nu eerst lekker een bakje koffie maken en een broodje. En ik zie jullie straks alweer. En Astrid, die komt vanmiddag natuurlijk, dus ja. Maar weten jullie wel weer, die wil niet echt goed op de vlog. Maar oké, kan de pret niet drukken, wij gaan door. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Mijn persoonlijke begeleider van Zwerelo is alweer weg. Die heeft het een en ander voor mij gedaan. Want ik had al zelf op mijn knieën gemoeten. Nou is hij op zijn knieën gegaan. Om even de waterstand op te nemen. En dat hebben we gelijk even doorgegeven op de site. Ja, dat moet toch ook betaald worden, ja. En nou ja, het is nou even zien, hoe laat is het? 11:56. En die lui met die wagen daar, die staat er nog steeds. Maar ja, dat is werklui. Die hebben daar vergunning voor, want normaal gesproken mag je daar maar een kwartier staan voor laden en lossen. En voor de rest moet je daar weer wegwezen. Dat ik ben bezig met een plaatje. Ik zit momenteel in de herfst te zoeken. Zoals jullie wel kunnen zien. Allemaal herfstplaatjes. En dan haal ik die even tevoorschijn. En daar ben ik dus zo mee bezig. Dus ja, dan moet ik even weer wat zoeken. Om daar dat gaatje te vullen. En dat gaatje te vullen. Maar ik zie even wat. Dat nog niet goed zit. 1, 2, 3. Zo, nou zit hij wel goed. Dus ja, daar ben ik mee bezig. Daar wil ik even een herfstbloemetje tussen zien te frutselen. Even een beetje op fleuren daar. En hoe en wat het wordt, we zien het wel. Ja, we zullen het beleven. Wat is er, mijn meisje? Dan. En toen? Ja, ik moet mijn stok nog opruimen, joh. 1, 2. Zit je wel bij de stok? Nee, zo nou. Nee. Zo nou. Zo. Ja, zo. Zo goed. Oh ja. Oh ja, meisje. Nou dan. Hé, daar is het hondje, hè? Ja, daar is het hondje, hè? Ja. Hé, goeie dikke doosie. Goeie dikke doosie. Zo, hè. En ik hoor er eentje, miauw.
En dat is die rode. Hé, dat is die rode. Hier. Mril. Ja, is het zo. Ik wil mijn stok even opruimen. En je moet niet weer met je staart eronder door, want dan gaat het niet goed komen. Ja, even mijn stok opruimen. Zo. Zo. Ah, daar waren we weer. Ja, ik had mijn stok nog bij me. Ja, die hangt hier aan het bureau. Daar hangt die altijd. En aan de muur heb ik ook zo'n groen touwtje. En daar hangt die ook altijd in. Het is maar zelden dat ik hem even ergens zo los neerzet. Maar dan heb je kans dat hij omvalt. En dat wil je niet horen, dat gekletter. Nee. Hé, kerel. Nou, kom dan. Kom dan. Nee? Dat is leuk, hè? Dat is leuk speel. Polsbandje van de camera. Hé? Vind je leuk? Ja. Maar oké. Okay. Oh, groele. Groele, man. Moet je ruiken? Haha, lief. Oh, godje, dikkie. Nou, oké, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie dag en ik kom nog wel terug. Ja hoor, we komen terug, hè man. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Daar was mijn hondje weer. Ja. Ja, ik zal nou niet over je nekje gaan. Nee, want dat is een paar vies. Ja, dat is nou nog nat. Ja. Er zijn, even zien. Twee van de vier dieren zijn behandeld. Wat je één keer in de zoveel tijd moet doen om vlooien tegen te gaan. Ja, dat is meneertje daar en de rode dakhaars. En die is gelijk naar boven toe gevlogen, want die vond het helemaal niet leuk. Mijn prinsesje, die is niet beneden, die is boven. Dus ja, die moet straks. En de zwart-witte kleine is ergens somewhere buiten. Maar ja, dat moest even gedaan worden, want die tijd was weer aangebroken dat weer moet. En ja, dan wil je wilt je diertjes toch prettig laten leven, hè? En niet dat ze zo'n jeuk hebben. Dus dat hebben we weer eventjes gefikt, hè? Ja! Dat Astrid, die is ook dus weer weg. Die is net de deur uit. Die heb ik eventjes dag gezwaaid. Ga ik weer verder met mijn plaatje, want daar was ik nog niet klaar mee. En dan zien we wel wat de dag verder ons brengen gaat. Enkel morgen, daar zit ik echt niet op te wachten. Nee! Vannacht moet ik mijn camera aan de lader doen. Want anders gaat dat mis. Ja, want dan kan ik morgen niet vloggen. En ik wil wel vloggen. Morgen kan er sowieso, als de huishoudelijke zorg komt, ik krijg weer een ander. Rebecca is nog steeds ziek. Ik krijg nou een Carmen. En die kan niet stofzuigen. Of ze moeten zo snel werken dat het er, daar is prinsesje. Morgen ga ik die zo meteen proberen te doen. En anders moet die morgenavond, wanneer Chrissy weer komt. Die zou morgenavond komen. De prinses is het moeilijkste. Die begint te vechten. Die vindt dat helemaal niet leuk. Nee. En ik wil geen halen hebben. Die moet je echt meestal met z'n tweetjes doen. Maar we zullen het straks beleven. Ze moet eerst maar lekker gaan liggen te slapen en dan ga ik gewoon naar de toe om het te aaien en dan terwijl ik er aai dan in de nekjes spuiten. Ja toch? Maar oké, ze loopt nou nog rond, dus laat het maar mooi lopen. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Het is, even zien hoe laat leven, dat weet ik niet eens. 14:35. Astrid die moest eerder weg, omdat terwijl ze hier zat, kreeg ze telefoon. En nou, die komt tussen 3:30 en 4:30, dus ja, dan moet zij thuis wezen, simpel. En ja, dat moet, ja, dat moet, dat is ook voor haar noodgedwongen.
Althans komt het bij haar ook niet goed, want ja, ze is ook moeilijk te benen. Ze kan ook niet alles meer, dus ja. Dan zijn er toch dingen wat voor, door een ander gedaan wordt. En dat is heel erg fijn. Dat is net voor mij. Ik kan ook niet alles voor mijn tuin. Dat moet ook gedaan worden. En ze zouden dan wel van de zomer alweer gekomen zijn. Nou, ze moeten nog komen. Maar ik kan weer bellen. Ja, ik kan er weer achteraan klooien. Hé, mag niet. Niet bij het hondje komen. Mag er niet, hè? Pas op. Nou, die kleine luistert wel, die prinses van mij. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie nog doorgaan. En ik zie jullie straks weer. Doei, doei. Ja, en ons meisje is zo ziek. Ze is zo vol, de neusje zat helemaal dicht. Het begint al dicht, weer dicht te worden, zie ik. De snottenbellen hangen eruit. Ik zal het zo ook weer schoonmaken. Ze heeft de hele dag boven gelegen onder bed. Wat ik niet wist. Dat ik had het begin van de avond even naar boven geweest om te kijken. Werd ze op een heel rare plek waar ik haar nog nooit had gezien onder mijn bed. Ze legt wel vaker onder bed, maar niet daar. En nou heeft ze toch een vieze neus. Nou, ik zal het zo meteen weer even schoonmaken, het arme hoopje. Maar ook heel lieve vrienden, ik zal gelijk ook eventjes afsluiten. Mijn hondje komt ook al even kijken. Even troosten. Oh, gosh. Ja, jij bent ook lief voor mij. Ja, je bent ook lief. Ja, je bent ook lief. Ja, je bent lief. Ja, ja. Zeker ben je lief. Ja, ja. Jij bent heel lief. Ga met een poesbeestje toe. Ga me troosten anders. Dat, ja, ik vind, ik kan daar niet tegen, hè. Als een dier wat mankeert, dan kan ik daar niet tegen. Nee, ik vind dat zielig. Dat zeg ik op mijn beurt. Geef het mij maar. Ik kan mezelf redden, maar een poesbeestje niet. En een kind, dat geldt voor een klein kind. Die kunnen zichzelf niet redden. En dat vind ik zo, zo zielig, hè. Maar ja, wat doe je eraan? Proberen te helpen. Waar je kan. Dus ik maak het zo weer even schoon. Daarnet boven was het helemaal zwart. En weet je hoe ik het beneden heb gekregen? Ja. Dat kussentje was een oplegd. Die in een big shopper, zo'n boodschappentas. Daar heb ik erin gelegen. Zal ik hem mee naar beneden gaan? Anders lukt het mij niet. Ik denk, ja, boven kan ik het niet behandelen. Beneden wel. Ik vind het zo ziek. Mijn arme hoopie. Hé, mijn arme hoopie. Ja, och, ba. Nou, ik zal de glauwe even helpen, lieve vrienden. Zo zeggen, voor straks wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.